Hallo, hallo! Vandaag wil ik een video maken over hoe je zelfverzekerd overkomt. En dan niet van de binnenkant, want dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Maar ik dacht, het is misschien ook wel handig om eens een keer wat trucjes of hulpmiddelen te geven die je kunnen helpen om zelfverzekerder over te komen. Als je bijvoorbeeld naar een nieuwe school gaat, of je gaat naar een nieuwe sportclub, of je hebt een sollicitatiegesprek. Of ik gebruik ze zelf ook altijd bij audities, want dan moet je natuurlijk heel erg opvallen. En het is trouwens belangrijk om te weten dat van alles wat wij communiceren naar elkaar, is 55% is lichaamstaal. 35% is wat je met je stem zegt, of wat je hoort uit iemands stem. En maar 7% is wat jij ook daadwerkelijk zegt. Dus het is ontzettend belangrijk om je bewust te zijn van je lichaamstaal. De eerste tip die ik heb, als je iemand een hand geeft, die heb je vast wel eens eerder gehoord, geef dan echt een stevige hand. Het maakt al echt het verschil, dus probeer daarop te letten. Want ook al weten jullie al dat dit werkt, de helft van de mensen vergeet het. En als je dan toch die hand aan het geven bent, dan stelt diegene zich natuurlijk voor en herhaal dan de naam. Want ik zelf vergeet altijd hoe iemand heet als die zich net heeft voorgesteld. Als het een sollicitatiegesprek is, weet je natuurlijk met wie je een gesprek hebt. Maar stel dat jij in een groep allemaal mensen moet voorstellen, dan zal je merken dat als je de naam herhaalt, dat je daarna sneller nog weet hoe iemand heet. En dat heeft ook een belangrijke functie. Want als je zegt, hallo Richard, dan weet je, oh ja, hij heet Richard. En gebruik dan die naam een paar keer nog tijdens je gesprek of tijdens die meeting. Want dat zorgt ervoor dat je zelfverzekerder overkomt. Het geeft iemand een wat persoonlijker gevoel, alsof hij jou al kent. En dat kan je dus helpen. De tweede is eigenlijk je houding. Het is heel erg belangrijk om echt rechtop te zitten en rechtop te lopen en ook stevig te lopen. Trek een paar hakken aan, dat helpt je al meteen om rechtop te staan. Maar dat zou ik niet doen als je een vent bent trouwens. Goed, als je bijvoorbeeld zit, hè, je hebt een gesprek met iemand, dan kan je zo zitten, zeg maar. Kan je zo zitten, een beetje met je schouders zo afhangend. Maar wees je ervan bewust dat als je een open borst hebt, dus dat je meer, open gaat zitten, zo bijvoorbeeld, dat je daarmee een hele andere indruk maakt. Nou, dat betekent natuurlijk ook dat als je staat, dat daar hetzelfde voor geldt. Dus zie gewoon, als het ware, dat je een touwtje aan je kruin hebt en dat je, gewoon, je mag er zijn, weet je. Vul de ruimte, wees aanwezig. Ja, en dit zijn natuurlijk gewoon tips om jou te helpen. Maar ga alsjeblieft niet, als je ergens bent, die hele lijst afwerken of denken, oh shit, ik ben nu dit of dat vergeten. Want daar gaat het natuurlijk niet om. Het allerbelangrijkste is dat jij gewoon jezelf bent. Alleen, misschien helpt het dat als je deze dingen nu hoort, dat je de volgende keer in een situatie bent waarbij je zelfverzekerd wil overkomen, dat je dan wat bewuster bent van hoe je overkomt. Dus daarom geef ik deze tips. Maar wees vooral jezelf. Oké, tip nummer 3. Ik zei het net al, laat van je horen, wees aanwezig. En dat geldt ook voor je stem. Dus als je niet zo'n luide stem hebt, praat dan wat harder. Ik praat voor mezelf al best wel hard. Maar gebruik dat, weet je. Zet het in. En laat je ook zien door bijvoorbeeld als je in een groep gaat zitten. En ga dan op de eerste rij zitten. Hè, als je in een theater bent of zo, of in een congreszaal. Ga op de eerste rij zitten. En dat is misschien eng, want het kan zijn dat de spreker jou dan een vraag gaat stellen. Maar je valt daardoor wel meer op. En de mensen die achter jou zitten, die denken dan, hey, wie is dat? Ik ga eens even kijken, even kennis maken. Dus dat zou kunnen werken. Tip nummer 4. Glimlach. En dan bedoel ik niet glimlach, maar zorg dat je een lach in je ogen hebt. Want het maakt gewoon het verschil. Ik zal het even voordoen. Ik kan zo staan. Of ik kan zo kijken. Dan kom ik toch veel leuker over. Dan denk je toch, hé, met die persoon wil ik wel even een babbeltje maken. Of die staat er gewoon lekker relaxed bij. Dan kom je open over. Dan maak je hersens een stofje aan, waardoor je je weer beter gaat voelen. Dus dan werkt het ook weer de juiste kant op. Zorg ervoor dat je altijd een kleine glimlach in je ogen hebt. Zoals ik nu doe. Dan straal je. En niet in je telefoon kijken, hè? Dat snap je zelf ook wel, toch? Tip nummer 5. Deze heb ik van mijn vriend. En dat vind ik toch wel een hele goeie. Dus die wil ik graag met jullie delen. Als je op een evenement bent, of een borrel, of je bent op een schoolfeest, of een studiebijeenkomst, dan ga je vaak met iemand die je kent. En als je daar dan heen gaat, dan ga je met diegene kletsen. Maar heel vaak zijn we eigenlijk helemaal niet echt een gesprek aan het voeren, maar we zijn meer aan het rondkijken of we nog andere bekenden zien. Met wie wil ik eigenlijk wel even een gesprek? Oh, die daar, die wil ik wel spreken. Je komt niet zelfverzekerd over als jij niet, als jij eigenlijk erbij staat alsof je het liefst met iemand anders zou willen praten. En het is ook niet leuk voor degene met wie je bent. Dus mijn tip is eigenlijk,
Heb een echt leuk gesprek en wees echt blij of ga lachen. En de grap is dat dan andere mensen die in de ruimte zijn, die jij eigenlijk geen aandacht geeft, die zullen zich dan aangetrokken voelen tot jullie, omdat jullie echt een leuk gesprek hebben. En die zullen denken, hey, daar wil ik ook wel eens mee kletsen. En de laatste tip is eigenlijk een hele simpele. Iedereen is onzeker. Iedereen. Ik ook. Ik kom misschien zelfverzekerd over en dat ben ik ook wel. Alleen ik ben ook onzeker over wat jullie van deze video vinden of wat, hoe mijn website overkomt, weet je. Dus dat helpt misschien wel een beetje om gewoon de wereld in te stappen en je goed te voelen over jezelf. Mijn yogaleraar die zei altijd, je bent goed zoals je bent. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, waar zouden jullie nou, op welk vlak zouden jullie nou meer zelfvertrouwen willen? Laten we het er eens over hebben hieronder in de comments en misschien kunnen we elkaar dan helpen. Dus reageer ook vooral op elkaar. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, dit was mijn video. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ik zie jullie over een week weer. Doei! Cynthia, ja? Of Miss Lipgloss. Ik vind het superleuk dat je er bent. Ik ook. Ja, echt heel leuk.